Ik heb een korte sketch gemaakt over volwassenen en een koffieverslaving in de ochtend. Enjoy. Can't hold your coffee, little girl. That's because it's for grown-ups. Koffie! Koffie! So yes, welcome to my YouTube channel. Where I used to earn money, but now no more money for me. We zijn op het punt gekomen waar YouTube mij gewoon nog haart. Elke keer als ik een tweet stuur, zijn ze waarschijnlijk zo van: daar is die klote Belg. Yes, hello. Ik zit hier de hele dag in mijn kamer. Terwijl al mijn vrienden aan het werken zijn en money aan het verdienen zijn. Zou mijn week zijn, moest ik opgeven omdat ik even geen geld meer verdien. Dat is helemaal niet week. Ik denk dat elke YouTuber like zo stoppen aan een nieuw channel. I don't do that! Jullie kennen Milan Knolla, broer van Enzo Knalpauwen. Milan, waar zit je? Voordat hij dagelijks HD had als nu, had hij dagelijks HD. En daarop had hij exact hetzelfde probleem als mij. Dus heeft hij een nieuw channel gemaakt. Maar wij gaan geen nieuw channel, man. Als YouTube dat niet fixt, dan ga ik naar Los Angeles met een fucking bazooka. Ik ben daar eerlijk in, like, ik ga dat echt doen. Al mijn vrienden zijn aan het werken, dus ik zie je niet omdat zij money aan het pakken zijn. Dat betekent dat ik nieuwe vrienden nodig had, man. Ik heb vrienden nodig die in dezelfde struggle zitten als mij. En hoe kan je dat beter doen dan nieuwe vrienden zoeken op Facebook? Maak hier nieuwe vrienden in België. Deze groep is beslist op geen enkele wijze een dating site. Geen seksueel getinte illustraties per perfirize webs. Yes, we gaan vandaag op bezoek naar nieuwe vrienden. Man, de zomer is op zijn helft en ik zit hier nog steeds op mijn kamer en ik wil iets doen. Hallo vriendjes, ik heb nog altijd geen liefje gevonden. Zet emoji face. Dus reageer. XO is een big flex. Als je een vriendin zoekt, dan moet je er één gaan zoeken. Niet via Facebook. Echt niet. Ga feesten of zo. Daar vind je meestal wel gewoon een meisje of zo. Maar toch niet op Facebook. Allee ja, dit is geen haat. Maar het kan gewoon niet. Sorry. Dit meisje is gekikt omdat ze een hater is. Don't hate. Donate. BO4, kassen en nog niet geslapen gehad. Deze guy heeft even al een half uur lang zijn hoofd gaan livestreamen. Ik wil een mattie worden met deze guy. Wee! Gewoon een half uur lang en niemand zegt iets. Ja, als ze toch niks zeggen, fuck it, dan zijn ze zich, godver... Oh, dat is het einde van die livestream, hé! Hey. Hey. Zet foto, ik zag lelijk! Bois, ça va, mooi, mooi! Het is een beetje foto's keuren, man. Like, pepe! Goedemorgen! Ik ben Stefanie, ben wel al 28. Geen woorden voor. Gewoon stralend meid. Altijd welkom in chat. Ik weet niet of ik het heel zielig vind waar allemaal in deze groep gezet worden. Sommige dingen zijn wel gewoon serieus. Hoi iedereen, mijn naam is Wesley. Ik kom uit Neerpelt, Noord-Limburg, België. Ik ben vorige week 32 jaar geworden. Ik hoop dat als ik 32 ben, dat ik geen bericht moet zetten in een Facebookgroep om vrienden te zoeken of zo. Ik ben 20 nu. Wil iemand mijn vriend worden? Dus guy is gewoon even een cold one aan het cracken. Wee! Wat is deze guy aan het doen? Hoezo, er is een goede manier om vrienden te maken. IBFF gezocht. Jongen, meisje, maakt niet uit. Veel sturen, emoties en ikjes. Niet stoppen na een dag. 16 tot 28. Ik ben zelf namelijk kok, daarom die kokjas. Veel sturen, emoties en ikjes mogen. Zou je bedoelen veel emojis? Of echt gewoon veel emoties, man, joh. Kom even in die chat. Drop haar op je hart liggen, man. Ah! Dit is die guy die daar net. Kan je dat blikje van aan livestream? You, 41 jaar, Limburg, hello. Volwassen mensen op Facebook, ik zeg je, het is iets anders, man. Ik ben 22, al 2 jaar single, zelf voor gekozen. Terug op zoek naar een relatie, maar liefst van al gewoon vrienden en vriendinnen. Stuur me gerust, berichtje of een VV. Wie weet, man. Oh. Ik weet dat echt de helft van de mensen hier echt wel is het voor de meme. Omdat het fucking nice is. Maar 50% van de mensen zijn gewoon echt doodserieus. Verveling heerst en het is warm buiten. Ah. Oh. Koffie. Mensen sturen me keer. Ik wil nieuwe mensen leren kennen. Wel een goede foto om je voor te stellen. Er is een andere livestream. Het is niet hetzelfde als de vorige keer. Het is een ander blikje. Wat is deze guy aan het doen? En zo zijn er fucking veel mensen in deze groep die gewoon livestreamen. Gewoon niks aan. Dan gaat hij gewoon slapen of zo. Deze guy. Oh. Hey, als hij live gaat terwijl ik er aan het opnemen ben, dan joinen we die man. Hallo. When life gets you down, pick up yourself and say no, I'm not done yet. Single, wie wil daten? PM. Eindelijk hebben we een YouTuber gevonden in deze pagina. Oeh, Fortnite. Woep. Een knock. Twee knock. Twee knock.
Wat is dit voor saaie gameplay, man? Letterlijk iedereen in deze groep. Vervuiling herst. Vervuiling herst. Misschien moet ik ook een postje doen in deze groep. Als ik de meeste kinderen die nu jong zijn kan beschrijven in één bericht, is het waarschijnlijk deze. Dit is gewoon niet oké. Dit is een bericht van een meisje en zij zit in deze groep dat ze op zoek is naar een boy best friend. Ze heeft al gewoon allemaal puntjes waar je aan moet voldoen, anders kan je haar boy best friend niet zijn. Liefst Limburg, tussen de 14 en de 17 jaar. Bijnamen en... veel online zijn, / sturen, niet constant skippen en zo. Er voor elkaar zijn, elkaar kunnen vertrouwen, reageren onder elkaars foto's en shit. Misschien kermieten, niet stoppen na een paar dagen. Veel emojis sturen en zo, dus emojis zijn gewoon cool. Deze comments zijn packed, hè. Je beseft niet hoeveel fucking mensen er gestuurd. Ik zoek een vriendelijk meisje om over het politiek te praten. Ik ga waarschijnlijk uit deze groep gekikt worden na deze fucking video. Daarom maak ik deze video beter goed, toch? Ik weet eigenlijk niet welke fucking vibe ik heb door deze pagina. Dit zijn berichten die ik verwacht van kinderen die 13 zijn of zo, 14. Internet best friend gezocht. Veel emojis sturen, vaak afspreken met elkaar. Maar er zijn letterlijk mensen van 30. Kijk, smash like. Of we eindigen allemaal als de mensen in deze pagina. Smash like. Ik ben op zoek naar internet best friend. Wil emojis sturen en zo. Voor elkaar zijn in harde tijden. Over alles kunnen praten. Niet stoppen na één dag. En ik een halve mental breakdown aan het krijgen ben of zo. Like for real. Waarom moet je me veel emojis sturen? I don't fucking get it, man. Ben je nu ook op zoek naar nieuwe vrienden? Je weet wat je moet doen. Maak Facebook aan. Ik zeg. Draai niet veel emojis. Hey, I love you. See you next time. Ik wil weer een update geven over mijn gesprek met YouTube. Maar het probleem is dus dat ik volledig aan de haar. Dit bericht is fucking veel geliked en geretweet aan iedereen in die comments. Ga helemaal gek. Want het enige wat ze doen is mij nog gek. Hey YouTube, als jullie deze video misschien zien. Fucka! Suck my nuts! Swag, veel emojis, er voor elkaar zijn. Niet stoppen na een dag. Bye!